Serieganger is veroordeeld tot 3 jaar cel. Zijn echtgenote is vrijgesproken van ronselen. En verder in het nieuws vandaag. Wilde eenden lijken inderdaad het vogelgriepvirus te verspreiden. Mensen die alimentatie betalen houden na 1 januari minder geld over. Goedenavond. Hij is de eerste jihadstrijder die voor de rechter moest verschijnen. En vandaag is hij veroordeeld tot 3 jaar cel. De 20-jarige Maher H. voor het meedoen aan de strijd in Syrië. Zijn vrouw was ook aangeklaagd voor het ronselen van mensen voor die gewapende strijd. Maar zij is vrijgesproken. Verdachte is afgereisd naar Syrië en heeft zich bij zo'n strijdgroep aangesloten. En daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen gepricht op het plegen van moord en doodslag met een terroristisch oogmerk. Het terrorisme wordt internationaal gezien als een van de ernstigste misdrijven. Er is niet bewezen dat hij heeft geschoten of een aanslag heeft gepleegd. Maar hij heeft zich voorbereid op de gewapende strijd, oordeelt de rechter. En dus krijgt hij 3 jaar. De rechtbank heeft beslist is dat als je als Nederlands burger deelneemt aan die gewapende strijd daar in Syrië, dat je dan een strafbaar feit pleegt naar Nederlands recht. Dus je bent gewoon strafbaar. En daarom is hij ook veroordeeld. Maar dan is de volgende vraag, als je dan deelneemt aan die gewapende strijd, wat voor soort strijd is dat dan? En de rechtbank heeft gezegd, als je dat doet als lid van een jihadistische groepering, dan is het een strijd met een terroristisch oogmerk. En daarvoor is hij veroordeeld. Tegen zijn echtgenote, die meerdere mensen geronseld zou hebben, was 4 jaar geëist. Maar daarvoor is geen bewijs, oordeelt de rechter. En dat betekent dat de verdachte wordt vrijgesproken ten aanzien van alle haar te lasten gerechte wervingshandelingen. Blijdschap bij haar aanhang op de publieke tribune. We moeten stil zijn. En verdriet bij de familie van de veroordeelde Maher H. Hij is daar gegaan om de medemens te helpen. Die jongen heeft gewoon een goede hart, een blanco strafblad. En nu wordt hij zo als de boema gezet, wat helemaal niet klopt. De rechter laat er geen misverstand over bestaan welke boodschap hij met het vonnis heeft. En van de strafoplegging in deze zaak dient ook een niet mis te verstaan signaal uit te gaan. Van afschrikking uit te gaan aan anderen die voornemens zijn dit te doen. Nicole Veve is nog bij de rechtbank. Nicole, is een pittige uitspraak. Ja, zeker. De rechter die acht bewezen dat hij zich heeft aangesloten bij een jihadistische strijdgroep die zich schuldig maakt aan terrorisme. Nou, er zijn aanwijzingen voor. Hij zou voorbereidingen voor zijn reis hebben getroffen. Een foto met de Kalashnikov, berichten op social media, een sms-bericht. Maar geen bewijs dat hij ook daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de gewapende strijd. Dat was dus als bewijs niet nodig. En dat is goed nieuws voor het Openbaar Ministerie, die moeilijk onderzoek kan doen in Syrië. Of in Irak. Ook deelname aan andere strijdgroepen is strafbaar. Maar jihadistische strijdgroepen, daarop staat een hoge straf. Omdat die een terroristisch oogmerk zouden hebben. De vrouw van Maher H. is niet veroordeeld voor ronselen. Dat ligt dus een stuk moeilijker blijkbaar. Ja, de dames van het Openbaar Ministerie hadden tegen haar 4 jaar geëist. Nog meer dan tegen haar echtgenoot. Ze zou niet alleen hem hebben overgehaald om naar Syrië te vertrekken, maar nog 3 mensen. Maar daarvan zegt de rechter, ja, dat acht ik niet bewezen. En dat ze getrouwd is met een jihadstrijder of bepaalde opvattingen heeft, dat is haar goed recht. Maar Maher H. dus wel veroordeeld. En de rechter liet wel duidelijk merken dat het een boodschap moet zijn voor andere jihadgangers, hè? Ja, er lopen nog tientallen zaken tegen verdachten. En voor de verdachten van ronselpraktijken is het vandaag goed nieuws. Want er is wel aangetoond dat het Openbaar Ministerie met beter en meer bewijs moet komen om deze mensen veroordeeld te krijgen. Maar tegen de Syriëgangers, ja, hen wacht bij terugkeer toch een hoge gevangenisstraf boven het hoofd. En dat staat dan eigenlijk los van wat ze daadwerkelijk hebben gedaan in Syrië of in Irak. Nicole, dankjewel. Een van de steden waar in Syrië wordt gevochten is Kobani. En zo zien we de stad al maanden. Vanaf de Turkse grens. Maar nu zijn er ook beelden vanuit de stad zelf. Gemaakt door een Amerikaanse cameraman. Een week lang kon hij de verwoesting en de ellende vastleggen die de maandenlange belegering door strijders van IS heeft veroorzaakt. Kobani ligt in Syrië, vlakbij de Turkse grens dus. In september werd de stad overrompeld door de strijders van IS. En nu proberen Koerdische strijders de stad te heroveren. Beschermd door Koerdische strijders kan de cameraman een week lang filmen in Kobani. De stad is compleet verwoest. Toch wonen hier nog mensen. Ongeveer 2000 van de oorspronkelijk 50.000 inwoners. Zij vertellen over de verschrikkingen van de strijd.
Toch zijn er lichtpuntjes. De Koerdische strijders hebben een bakkerij opgebouwd. En dat betekent brood. Voor de mensen in de stad, maar ook voor groepen vluchtelingen die aan de rand van de stad in tenten schuilen. Kinderen zijn hier getraind om dekking te zoeken als de beschietingen te dichtbij komen. Volgens de Koerden zijn de IS-strijders aan de vliezende hand, mede dankzij de Amerikaanse bombardementen. Maar voorlopig zitten overal in de stad nog sluipschutters van IS. De strijd om Kobani is nog lang niet ten einde. De oorzaak van de uitbraken van vogelgriep lijkt bekend. In de poep van twee smieten, dat zijn wilde eenden, is het besmettelijke vogelgriepvirus gevonden. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Het versterkt de theorie dat trekvogels het virus verspreiden dat gevaarlijk is voor pluimvee. Smint is een soort wilde eend waarvan we heel veel hebben in Nederland. In de winter met miljoenen tegelijk komen ze uit Noord-Scandinavië en Rusland. En sommige exemplaren vliegen zo ver als vanaf de andere kant van de Oeral. Op het moment dat we zeker weten dat wilde vogels positief zijn voor dit virus, dan moeten pluimveeboeren zeker biosecurity betrachten. Dus proberen te voorkomen dat het virus via schoenen of ongedierte de pluimveehouderijen inkomt. Bij mij Kiesje Hekster. Kiesje, twee wilde eenden dus die in hun poep dat virus bij zich hadden. Maar de staatssecretaris houdt wel een slag om de arm. Ja, ze weten het nog niet helemaal zeker, maar er is in ieder geval nu een sterke aanwijzing. Er is natuurlijk de afgelopen weken heel veel gespeculeerd dat die trekvogels inderdaad het virus zouden verspreiden. Maar er was nog steeds geen enkel bewijs, want er was in Nederland geen enkele vogel gevonden die dat virus, geen dode vogel, geen levende vogel, die dat virus ook echt bij zich had. Daarom hebben ze de afgelopen weken 1000 extra vogels onderzocht. Daar hebben ze poepmonsters van genomen. En nu hebben ze in ieder geval in twee eenden dus dat virus gevonden. En dan kan je zeggen, dan lijkt het echt wel waarschijnlijker dat dat inderdaad via die eenden verspreid wordt, het virus. Wat bedoelde Ron Fouché met de maatregelen die pluimveehouders moeten nemen als het zeker wordt? Want die maatregelen nemen ze toch al? Ja, want het is natuurlijk de hele tijd de vraag, als het dan via die trekvogels verspreid wordt, hoe komt het dan een dichte stal binnen? Want al die bedrijven waar het gevonden is, daar zaten die beesten binnen. Nou, het zou dus kunnen dat dat via de laarzen van de boer gaat, of via ongedierte noemt Ron Fouché ook. Maar als dat zo zou zijn via de laarzen, dat betekent dat de hygiëneprotocollen die er bestaan niet goed worden nageleefd. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je met laarzen waar je buiten mee loopt, dat je daar binnen de stal mee ingaat. We weten niet of dat is gebeurd. De staatssecretaris schrijft daar ook niks over in de brief, maar daar zal ongetwijfeld veel vragen over komen. Wat we ook nog niet weten is welke maatregelen Dijksma nu gaat nemen, nu ze dit nieuws weet. Daar gaat ze morgen meer bekend over maken als ze overleg heeft met de pluimveesector. Kiesja, dankjewel. De voorlopige belastingaanslag voor 2015 valt rond deze tijd bij iedereen op de mat. En die bevat voor mensen die kinderalimentatie betalen een onaangename verrassing. De aftrek van die alimentatie die bestaat namelijk niet meer. Dat was wel bekend, maar nu wordt duidelijk wat het scheelt. Erik Heuver woont niet meer samen. Goeiedag, kom binnen. Maar heeft wel twee kinderen met zijn ex waarvoor hij kinderalimentatie betaalt. Die kreeg hij voor een deel terug van de belasting. Maar die aftrek, die is er niet meer. Ik kan ongeveer wel een rekensommetje maken. En dan denk ik inderdaad dat het iets van 100, 150, misschien wel 200 euro kan schelen per maand, netto. De wijziging was al bekend, maar nu de aanslagen binnenkomen wordt duidelijk wat het precies betekent. Kinderalimentatie is bedoeld voor het levensonderhoud van de kinderen. Die is per 1 januari niet langer fiscaal aftrekbaar. Dat kan de alimentatiebetaler tot 300 euro per maand schelen.
Dat kan worden opgevangen door de alimentatie opnieuw te berekenen. Maar dan moeten de alimentatiebetaler en de ontvanger opnieuw rond de tafel. Ik weet niet wat het bedrag is dat u op dit moment betaalt. En dat rond de tafel gaan, het goede overleg, dat is niet altijd zo gemakkelijk. Echtscheidingsadvocaten krijgen veel vragen. We denken dat veel mensen dan niet onderling zullen uitkomen. De alimentatiegerechtigde, dus degene die alimentatie ontvangt, zal niet snel bereid zijn om daarmee in te stemmen, want die ziet zijn maandelijkse inkomsten toch dalen. Dus als alimentatie betalen, zul je dan, als je dan niet samen uitkomt, een gang naar de rechter moeten maken om dat naar beneden te kunnen bijstellen. Echtscheidingsadvocaten houden rekening met veel extra werk de komende tijd. En dat kost de ex-partners veel extra geld. Erik Heuver had het graag allemaal wat eerder willen zien aankomen. Ik heb geen informatie gehad. Geen brief, geen schrijven, geen e-mail, geen advertentie gehoord, geen billboards gezien. Ja, wat kun je nog meer bedenken? Honderdduizenden Nederlanders betalen kinderalimentatie en hebben dus te maken met de nieuwe omstandigheden. Meisjes lasten vallen en zelfs aanranden in een bus. Dat gebeurt in India nog steeds regelmatig. Zelfs na het debat dat losbarstte sinds een groepsverkrachting in 2012... waardoor een jonge vrouw het leven liet. Afgelopen weekend waren twee zusjes op weg naar de universiteit toen ze door drie mannen werden lastiggevallen. Hun medepassagiers deden niets, maar de meisjes lieten het er zelf niet bij zitten. Als een lopend vuurtje verspreidde dit filmpje zich over de sociale media. Niet alleen in India zelf, maar wereldwijd. Thuis vertellen de zusjes zelf wat er afgelopen vrijdag gebeurde. De buschauffeur vindt het uiteindelijk genoeg. Hij zet niet de jongens, maar de meisjes de bus uit. De politie startte dit weekend een onderzoek en arresteerde drie jongens. De meisjes worden ondertussen op internet geroemd om hun heldhaftige optreden. Het Openbaar Ministerie vervolgt oud-topman Hubert Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale niet alleen voor fraude, maar ook voor mijnheid. Hij zou onder ede hebben gelogen bij de parlementaire enquête woningcorporaties. Hij zei toen dat hij nooit geld of gunst had aangenomen voor eigen gewin. Woensdag begint de rechtszaak tegen Mullenkamp. Hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschriften en van het witwassen van geld. Een groot deel van de inboedel van oud-advocaat Bram Moscovic mag worden geveild. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar besloten. Het geld gaat onder andere naar zijn voormalige advocaat, die nog geld van hem moet krijgen. Spullen die niet nodig zijn voor de eerste levensbehoeften mogen worden verkocht. Herman Van Rompuy heeft het presidentschap van de Europese Raad overgedragen aan de Poolse oud-premier Donald Tusk. Die benadrukte het belang van eenheid nu er grote spanningen zijn tussen de EU en Rusland. In such times we need leadership and political unity. De Russische roebel heeft het zwaar te verduren. De munt verloor vandaag weer meer dan 4% van zijn waarde. In amper 4 maanden tijd is de roebel 40% minder waard geworden. Dat komt door de opgelegde sancties uit het Westen en de scherp dalende olieprijs. De zwakke munt zorgt voor een hoge inflatie en de Russen kunnen dus veel minder kopen voor hun geld. Een van de grootste energiebedrijven ter wereld, het Duitse E.ON, gaat zich helemaal richten op duurzame, groene energie. Het stoot de vervuilende kolencentrales, de gascentrales en kernenergie af. E.ON is het eerste grote energiebedrijf dat met zo'n koerswijziging komt. E.ON, actief in 30 landen met ruim 60.000 werknemers, gaat het bedrijf splitsen. De kolen-, gas- en kerncentrales worden ondergebracht in een aparte tak. Die gaat in 2016 naar de beurs en wordt geleidelijk verkocht. Groene, duurzame energie heeft volgens het bedrijf de toekomst. Inzwischen sind wir bei E.ON zu der Überzeugung gekommen, dass es zunehmend schwierig wird und immer schwieriger werden wird, als breit aufgestelltes Unternehmen sowohl in der neuen wie auch in der klassischen Energiewelt erfolgreich zu sein, zu den Besten zu gehören und wieder wachsen zu können. Groen is nu het woord.
Maar aanpassing is noodzaak. De winst is het afgelopen jaar drastisch gedaald. Mede doordat de Duitse regering een einde wil maken aan kernenergie en duurzame energie juist stimuleert. In Berlijn, correspondent Wouter Meijer. Ja, want het klinkt heel mooi, groener worden, maar het gaat dus niet helemaal om het milieu, hè? Nee, het gaat om geld, zoals wel vaker bij grote bedrijven. E.ON is het eerste bedrijf dat de consequentie trekt uit het feit dat ze verlies leiden. Dat geldt ook voor de andere grote energiebedrijven in Duitsland. Omdat Duitsland heeft besloten te stoppen met kernenergie, valt daar geen geld meer aan te verdienen. En groene stroom, dus uit zon- en uit windenergie, krijgt voorrang in het net. Dus op gunstige dagen dat er veel zon en wind is, staan er centrales van kolen en gas die staan stil. Dus daar valt ook weinig geld mee te verdienen. Dus het bedrijf heeft besloten om daar allemaal mee te stoppen en alleen maar verder te gaan met het gedeelte waar geld mee te verdienen valt, met groene energie. Maar soms is er nauwelijks wind en zon. Wat dan? Nou ja, dan moet het uit die oude energie komen. Dus het bedrijf wordt nu gesplitst in groene energie. Daar gaat E.ON mee verder. En de rest, de oude energievormen, die worden afgestoten. Die worden gesplitst. Dat gaat naar de beurs. Moet dus worden gekocht door investeerders. De vraag is natuurlijk of daar mensen daar geld in willen steken. Want dat is geen lucratieve business. Dus het kan ook een signaal zijn aan de politiek om in feite het mes op tafel te leggen. E.ON heeft al eerder om subsidies gevraagd voor die oude centrales. Misschien is dit wel het moment om te zeggen tegen de Duitse regering: er moet geld bij. Misschien moet er subsidie komen voor die dingen. Want niemand wil hier nog geld in steken. Het is gewoon niet rendabel meer als jullie met dit beleid doorgaan. Nou zit E.ON ook in Nederland. Wat betekent het hier? In Nederland heeft E.ON een aantal gas- en kolencentrales. En die markt die blijft wel goed, zegt E.ON Nederland. In Nederland is het nog niet zo ver met groene energie dat dat een groot deel van de markt wordt. Dus die markt voor de ouderwetse energievormen in Nederland is nog groot genoeg. Dus waarschijnlijk zijn daar de mensen, hoeven de mensen in Nederland niet bang te zijn voor hun baan. Wouter, dankjewel. Topdrukte bij de notarissen. Tot 31 december mag je tot een ton belastingvrij schenken aan je kind of zelfs aan een niet-familielid. En het blijkt dat veel mensen nog snel van die regeling gebruik willen maken. De regeling is eind vorig jaar ingegaan. Je kunt tot 100.000 euro dus belastingvrij schenken, onder voorwaarde dat de ontvanger dat geld in zijn koophuis steekt. Die kan het dan gebruiken voor het kopen van een huis, het verbouwen van een huis of voor de aflossing van de hypotheek. Deze zomer hadden al 50.000 mensen gebruik gemaakt van de regeling. Vooral voor het aflossen van de hypotheek. Ravi en Vitya Narayan kregen vandaag ieder een ton van hun ouders voor de aankoop van hun eerste huis. Welkom home, guys. Yes. Welkom home. Ze studeren allebei medicijnen in Amsterdam en zijn zeker nog 5 jaar bezig voordat ze genoeg verdienen voor een hypotheek. De belastingvrije gift is een uitkomst. Het gaat nog jaren duren voordat zij gaan iets verdienen. Dus het is belangrijk om iets nu al begin te geven. En had u het geld zomaar liggen? Nee hoor, we hebben echt onze best gedaan om te sparen de hele jaren. Niet iedereen krijgt het van zijn ouders, hè? Nee, wel mijn hele lieve ouders. Gefeliciteerd. Dank je wel. Niet iedereen, maar toch wel heel veel mensen. Volgens notarissen is er een ware eindejaarsrun aan de gang. Van ouders die hun kinderen snel nog geld willen geven. Ik werd vanochtend zelfs nog gebeld door een makelaar om te vragen of ik in de laatste week van december nog ruimte heb voor 12 overdrachten die allemaal met schenking gedaan gaan worden. Hoe graag mensen ook willen geven, het is zeker niet voor iedereen verstandig. Mensen willen zo graag schenken dat we ze vaak moeten afremmen in hun enthousiasme. He, omdat we toch vragen van, kunt u het geld zelf wel missen? En er zijn mensen die zelfs geld willen lenen om dat vervolgens door te kunnen schenken aan hun kinderen. Zodat er gebruik gemaakt kan worden van die vrijstelling. En notarissen moeten mensen soms teleurstellen omdat de bank het papierwerk niet meer voor het einde van het jaar in orde kan krijgen. U mag als schenker als eerste tekenen. De familie Narayan is wel op tijd en Ravi en Vitya zijn de hemel te rijk. Nu ben ik arm geworden. 34 jaar lang is hij al aan de macht. Robert Mugabe, de president van Zimbabwe. En ook al is hij al 90 van aftreden, wil hij niks weten. Toch is er in Zimbabwe een meedogenloze machtsstrijd uitgebroken over wie hem ooit gaat opvolgen. Talloze prominente partijgenoten zijn al aan de kant gezet. En de ster van één persoon is reizende. Die van zijn vrouw, First Lady Grace Mugabe. Deze week praten ze over de opvolging in Zimbabwe op een partijcongres. Is de veel jongere echtgenote van de zittende president zijn gedroomde opvolger?
Onze zoektocht naar dat antwoord begint in een buitenwijk van Harare. Hier woont een man die 40 jaar lang de spindokter was van Zimbabwe's regeringspartij, maar die nu aan de kant is gezet door zijn eigen kameraden. I felt really betrayed in a way, because everything that I did, everything that we were doing in the interest of the party. Kijk, hier in de krant wordt meneer Gombo een moorddadige, pathologische leugenaar genoemd. Dat is allemaal omdat hij deze vrouw, vicepresident Joyce Mujuru, steunt als opvolger van Mugabe. En dat heeft de toorn gewekt van een andere vrouw, de First Lady Grace Mugabe. Grace eiste de afgelopen weken het aftreden van de vicepresident en haar aanhang. En dat terwijl ze zich nooit met politiek bemoeide. De First Lady staat hier vooral bekend om haar obsessie voor dure kleren. Ze noemen haar wel Disgrace. It used to hurt me at first. Exactly. Yes, I would go, you know, through excruciating moments that they don't know me. Maar zou Grace Mugabe haar echtgenoot kunnen en mogen opvolgen? Well, I don't know. You see, what is happening is that we are getting surprises every day. Every morning you get up, you hear all sorts of things taking place. So I really don't know. Perhaps she'll be the candidate. Insiders houden het erop dat Grace als een stormram wordt gebruikt voor de ambities van anderen. We vervolgen onze zoektocht en gaan op bezoek bij de steenrijke neef van Mugabe, die net is benoemd tot het dagelijks bestuur van de partij. Over de opkomst van zijn stieftante wil hij niet speculeren. The only problem with what's happening now is that each and everything that happens in ZANU-PF has people thinking about what is the end game. You understand? The president is not going anywhere. Who says he's dying yet? Oom Mugabe gaat nergens heen en zijn stieftante blijft voorlopig alleen de echtgenoot van. Het congres moet uitwijzen of ze meer mag zijn dan dat. Gaan we naar het weer. Willemijn, de winter is echt begonnen. Ja, en die begon killig en heel erg bewolkt en ja, het was ook een beetje koud. Maar dat de winter is begonnen betekent ook dat de herfst voorbij is. Dus ik heb een herfstoverzicht voor u meegenomen. En we gaan eerst kijken naar de temperatuur en het zal u niet verbazen dat het, jawel, echt te zacht was. De herfst was te zacht voor wat betreft normaal. Normaal 10,6 graden, we zaten er nu bijna 2 graden boven. En daar droegen alle drie de maanden, september, oktober en november, aan bij. Ze waren alle drie ook te zacht. We hadden heel veel warme dagen, 26 warme dagen, waarbij de temperatuur warmer is of hoger ligt dan 20 graden. Tegen normaal 12 in de herfstmaanden. En als we kijken naar de vorstdagen, dat was er maar eentje, dat was afgelopen 25 november. Normaal in de herfst zouden we al 7 vorstdagen hebben. Het was ook een vrij droge herfst, 136 mm, normaal ook 100 mm meer. Het natst werd het in Terschelling, 181 mm. En pak een beetje zo'n 120 kilometer verderop in Eelde, daar werd het droogst. 96 viel er daar in de hele herfst. En tot slot ook het aantal zonuren. Nou, het was met zo'n 50 uur meer ook een vrij zonnige herfst. Droegen september en november vooral aan bij, want oktober, ja, daar was het gewoon normaal qua uren zonneschijn. We gaan naar de winter kijken, dan niet heel ver vooruit. Gewoon naar vandaag, wat het vandaag was geweest en wat het morgen ook gaat worden. Op dit moment een groot hoge drukgebied met de kern boven Rusland. Ligt er al een tijdje. Heeft zich ook wat meer richting het westen uitgestrekt. Levert veel bewolking bij ons op, maar wel een vrij rustig weerbeeld. Morgen krijgen we wat meer te maken met een uitloper van dat hoge druk boven de Atlantische Oceaan. Die krijgt een rug onze kant op. En dat brengt waarschijnlijk ook wat neerslag onze kant op. Maar de neerslaghoeveelheden zijn echt erg klein. En ik denk dat ook morgen overdag die bewolking toch wel blijft overheersen. Eerst vannacht, ook dan veel bewolking. Tijdens een spaarzame opklaring in het noordoosten kan de temperatuur daar dan net een paar graden onder het vriespunt uitkomen. Voor de rest op de meeste plaatsen zo om en nabij. Morgen overdag af en toe een beetje zonneschijn, maar dus niet al te veel. Er kan wat neerslag vallen in het westen, vlak langs de kust, vooral in de vorm van wat lichte regen. En u ziet hier wat sneeuw. Nou, dat zijn dus echt geen grote hoeveelheden. De kans is zeer klein, maar er zou zomaar wat winterse neerslag naar beneden kunnen komen. Het wordt morgen 2 graden. Op de Wadden is het wat zachter, daar ligt de kwik morgenmiddag op zo'n 6 graden. De wind, niet vergeten, die is zwak tot matig boven land en aan zee vrij krachtig. Kan dus voor het gevoel ook echt wel wat koud zijn. Tot en met donderdag houden we dit rustiger weerbeeld. Vrij veel bewolking, wel overwegend droog. In de nachten ligt de vorst, overdag temperatuur rond de graad of 2. Vanaf vrijdag komt de wind uit een andere hoek en dan loopt de temperatuur weer langzaam omhoog.
Het belangrijkste nieuws in dit NOS-journaal. Een Haagse Syriëganger moet 3 jaar de cel in, omdat hij volgens de rechter heeft meegedaan aan de gewapende strijd. En straks in Nieuwsuur een gesprek over deze zaak met Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie. Om 10:00 op 2. Heel fijne avond verder.